3 mei herdacht Nederland zijn gevallenen, militairen en burgers. Centrum van deze herdenking was het Nationaal Monument in Amsterdam, waar Hare Majesteit Koningin Juliana, vergezeld door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, een krans van witte tulpen, afkomstig uit de tuin van het Paleis Soestdijk, neerlegde. Namens de Raad van Ministers vond een kranslegging plaats door minister-president Dr. Drees en de minister voor Defensie, ingenieur Staff.